Vandaag speel ik Bad Wars, maar alles is OP in de shop. Ik ga het jullie eventjes laten zien. Kijk, we hebben hier hele goede zwaarden en we hebben ook hele goede armor hier. Dus dat ga ik natuurlijk allemaal gebruiken om te winnen vandaag. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Maar laat ik eerst maar eens eventjes wat blokjes gaan kopen. Want ik ben toen net vergeten een kit te selecteren. Dus dan moet ik deze kleiblokjes maar eventjes gaan gebruiken. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dat gaat nog steeds lukken natuurlijk. We gaan nog steeds naar de overwinning hiermee. Weet je wat? Ik ga dadelijk even wat goede spullen kopen. Ik ga eerst eventjes zorgen dat ik wat emeralds kan fixen. En daarvoor bouw ik gewoon eerst altijd eventjes naar het Diamond Island toe. Want vanaf daar kunnen we dan weer naar het Emerald Island. Oh, ik heb er zin in, mensen. Ik denk dat ik gewoon super hard ga winnen. Ik weet het zeker. Hoppa, oké, dan gaan we hier omhoog. En dan zijn we hier op het Diamond Island alweer. We hebben nu niet genoeg blokken om gelijk verder te bouwen. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. We hebben in ieder geval al wel één diamond. En volgens mij was ik de eerste die al naar een Diamond Island is gegaan. Dus dat is wel chill. Laten we dan meteen nog eventjes wat blokken gaan kopen. Ik ga alvast dit kopen en dit kopen. Want hier staat namelijk Protection 10 op. Dus dit is veel beter dan de normale ladder armor. Oké, ik heb genoeg blokken, denk ik. Dus laat ik maar snel weer teruggaan. En oh nee, volgens mij krijg ik concurrentie. Ik zie dan namelijk ook al dat er iemand aan het bouwen is naar het midden. En dat is niet zo handig. Ik heb op dit moment 3 diamonds. Dat is wel chill. Ik heb er nog eentje nodig. En dan kan ik volgens mij mijn armor nogmaals upgraden. En ik had trouwens ook al de beste chestplate kunnen kopen. Waarom heb ik dat niet gedaan? Beetje dom. Oké, dan gaan we omhoog. Zo. Dan gaan we dit pakken. En dan hebben we nu in ieder geval genoeg emeralds om een zwaard te kopen. Maar ik zie ook al dat er daar nog iemand aankomt. En ik wil eigenlijk dadelijk ook eventjes naar dat andere Emerald Island. Want zeg maar aan die kant achter dat Diamond Island zit nog een Emerald Island. En dan kunnen we nog sneller emeralds krijgen. Want ik wil eigenlijk mijn emeralds nu nog niet uitgeven. Die stop ik hier in de kist. En dan gaan we hierheen. Dan kopen we even een goede chestplate. Die trekken we aan. En degene daar is al bijna bij het midden. Oké, wacht. Misschien als ik nu een vuurbal op hem gooi dat het nog werkt. Ik weet het niet, mensen. Laten we proberen. Bam. Hoppa, hoppa, hij is er niet vanaf. Oké, jammer. Maar misschien dat ik hem gewoon kan killen. Ik weet het niet, hij heeft wel een netherite chestplate al. Oh nee, nee. Zeg me dat ik je kan killen, zeg me dat ik je kan killen. Gaat het lukken? Bam, hij heeft wel een betere chestplate. Maar goed, het gaat lukken, ja. Hoppakee, nice. Oké, dan ga ik heel erg snel eventjes hier naar de emeralds toe. Want ik wilde graag nog een paar hebben. Ik viel bijna. Maar ik heb er dus in totaal 6 nodig. Ik heb er nu al 2 met ender chest. Dus laat ik nog eventjes wachten. Ah, dit is altijd zo stressvol. Er kan echt ieder moment iemand naar mijn eiland gaan nu. Oké. Oeh, er is ook al een bed gesloopt. Dit wordt heel erg spannend. Oké, die gast komt er wel aan. Laten we snel hier weggaan. En dan ga ik ook eventjes zo'n... Oh, nee! Oh, wat irritant! Ik word er gewoon vanaf gegooid. Jongen, 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 jongen. En als hij nou een beter zwaard heeft, ja, dan kan ik natuurlijk helemaal niks meer tegen hem. Dat is het nadeel aan OP items. Dat is het grote nadeel. En weet je wat? Ik ga gewoon meteen dat zwaard kopen. Zo, hoppa. En dan koop ik meteen even... Heb ik die allemaal nog? Nee, oké. Allemaal zo, zo, zo. Even kijken. Hij is hier niet bij mijn bed, gelukkig. Oké, dat is wel chill. Volgens mij ben ik nog wel safe. Oh, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Oh nee, wat een gast. Wat een gast. Laat ik hem maar afjieten. Als dat kan. Bam. Zo, hoppa. Ga eraf. Hoppa. Oké, ik heb hem alleen maar gesaved, volgens mij. Oh nee, ik wil gewoon eventjes die goede boog hebben. Dat zou zo fijn zijn. Oké, kan ik ook trouwens wel iets van een betere chestplate halen? Even kijken. Ja, zeker. Die kan ik gewoon halen. Kijk hier, hoppa. Ja, ik ben nu wel heel erg sterk. En nu ben je bang, hè? Nu ben je bang. Maar goed. Oh nee, hij gaat gelijk op mijn bed af. Wat een gast. Wat een gast. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Dank u. 3 slagen en hij is neer. Met een stenen zwaard. Dat is normaal niet in bed was. Laten we snel maar eventjes hierheen gaan. Want ik heb nog steeds die emeralds nodig. Ik moet die boog hebben natuurlijk. Oeh, en ik was toen net waarschijnlijk ook gewoon al mijn diamonds kwijtgeraakt. Oh, wat dom. Al die dingen heeft hij natuurlijk opgepakt toen net toen hij me gekild heeft. Oké, 1 emerald heb ik maar. Maar goed, het is voor nu even genoeg. Oh, daar ligt er nog één. Oké, snel pakken. En terug. Op een heel erg hoog tempo. Oké, nu ga ik niet weer de fout maken om er overheen te lopen, want hij heeft een vuurbal vast. En hij gaat me gewoon pakken. En daar heb ik natuurlijk niet zoveel zin in. Blijf maar lekker daar staan, jongen. Ik doe gewoon net alsof ik wil teamen en dan komt hij misschien wel naar me toe. Misschien werkt dat wel. Oké, hij komt eraan. Bam, bam. Doei. Ha! Nu kan ik in ieder geval weer lekker rustig terug naar mijn eiland als het goed is. Of het moet zijn dat er iemand op me aan het aimen is en dat ik dadelijk een vuurbal tegen mijn hoofd aan krijg. Maar dat is niet gebeurd. Let's go! Oké, pakken deze spulletjes. En dan gaan we nu echt eventjes wat upgraden, want jongen, 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 wat ben ik dom bezig. Oké, we gaan ook gelijk eventjes een pickaxe kopen. Dat gaan we hier zo doen en we kopen die van de gold. Kijk, efficiëntie X. Oeh, daar moeten we ook voor uitkijken. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik heb echt een geniaal plan. Ik koop gewoon 2 brugstokken. En dan zet ik dit allemaal zo neer. En dan ga ik gewoon proberen om dadelijk groen te killen. En groen zie ik daar nog nergens. Dus weet je wat? Ik ga er gewoon voor. Ik ga er gewoon voor. We gaan het doen. Ik heb 2 brugstokken. Dit moet lukken, zou je zeggen. Kom op, kom op, kom op. Oh, hij heeft sowieso een vuurbal. Oh nee.
Ah, nee! Ah, jongen, dit is zo vervelend. Ik had hem gewoon bijna. Nou kan die ook super makkelijk naar mijn eiland natuurlijk, maar dat doet hij niet. Ik moet trouwens heel erg snel spullen halen. Normaal hoeft dat niet zo snel. Maar je begint met niet-OP items. Dus vandaar dat het eventjes heel erg snel moet. Oké, zo. Oké, dan doen we dit allemaal aan. Zo, hoppa. En dan doen we dit allemaal weg. Hatsa. En daar komt hij aan, hoor. Daar komt hij aan, onze Vic Groot. Jongen. Hoe durf je mij te killen, jongeman? Hoe durf je dat te doen? Doei. En we kunnen dadelijk wel weer eventjes een poging wagen om zijn bed te gaan slopen, hoor. Dat is eigenlijk helemaal geen slecht idee. Oké, daar gaan we. Zo, hoppa. Dat doen we zo. Ga ik ook eventjes wat blokjes kopen. Die komen ook altijd wel goed van pas zo. En dan zetten we deze even hier neer. Kijk, en dan zetten we deze even hier neer. En dan staat alles netjes op een rijtje, zodat ik er makkelijk bij kan. En, oh jee, ik moet eigenlijk gewoon... ja, weet je wat? Oh, blauw komt er ook aan. Oké, prima. Kom maar hierheen. Kom maar allemaal mijn bed slopen. Weet je wat? Blauw. Anders slopen eventjes groen. Dat is ook fijn. Doe dat maar gewoon anders. Dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Ik vind dat geweldig zelfs als je dat even voor mij kan doen. Dit is heel erg vervelend. Mijn opname is zojuist uitgevallen. En mijn bed is gesloopt in de tussentijd. Maar ik ben wel naar het midden geweest. Ik heb 6 emeralds kunnen pakken. En ik heb toen net degene die mijn bed gesloopt heeft gekild. Maar dat betekent wel dat ik op dit moment niet meer dood kan gaan. Oké, laten we even wat arrows pakken. Want we hebben nu de beste boog van de game. En daar staat punch 10 op. Dat betekent als je iemand ermee raakt, dat hij echt super ver weg schiet als het goed is. Dus ik kan niet wachten om die uit te testen. En laten we van de overige 4 emeralds gewoon eventjes... Wacht, laten we een zwaard kopen. Zo, een netherite zwaard. Met sharpness 10, wajo. Oh, en er komt weer iemand aan, hoor. Er komt weer iemand aan. Wegwezen jij, wegwezen. Hoppa, bam. Oh, hij kreeg veel punch, hoor. Ik dacht eigenlijk dat het meer damage zou doen, maar goed. Oké, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Oh, hij gaat weer. Slimme keus, jongen, slimme keus. Bam, bam. Oh, bijna, bam. Maar ik wilde nog wat brugstokjes gaan kopen. Die zijn ook heel erg chill. Oh, ik zit helemaal te stressen, man. Valt mijn opname in één keer uit. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo fijn. En oeh, we kunnen daar een blauwe bed pakken. Weet je wat? Laten we dat maar gewoon gaan doen. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Waarom ook niet? Ik hoop niet dat ik nou een vuurbal op me krijg. De kans is heel erg groot dat dat wel gebeurt. Maar goed, we komen er vanzelf achter. En hoppa, bed is gesloopt. Let's go. En er zijn nog maar een paar mensen over. Dus ik hoop echt heel erg dat we dit potje gaan winnen. Oké, wie gaan we als volgende pakken? Er zijn geen bedden meer over. Oeh, ik heb echt een hele goede kans om dit te winnen. Maar wie, oh wie gaan we dan pakken hier op play.kleursand.nl? Dat is de vraag. En waar zijn ze? Dat is ook wel een goede. Ik heb op dit moment namelijk echt geen enkel idee. Oké, ik ga gewoon deze kant op rennen. Ik heb echt emeralds nodig. Ik heb brugstokken nodig. En dan kan ik overal super makkelijk naartoe als het goed is. Oh jee, daar komt iemand aan. Daar komt iemand aan. Hallo meneer. Doei meneer. Oh, doei meneer. Ik bedoel, hey. Hij is bang voor die punch, hè? Hij is bang voor die punch. Snap ik wel. Als je daar één pijl van op je hoofd krijgt, dan val je er gewoon vanaf. Hoppa. Oh, daar is er nog eentje. Oh, ik moet hem raken. Moet hem raken. Kom op. Waarom raak ik je niet? Hoppa, kom op, please. Waarom ben ik zo scheef aan het doen? Oh, ik heb hem geraakt. Oh, misschien is hij er afgepuncht, hoor. Dat kan zomaar. Oeh, kan ik hem ook raken even? Kom op. Laat me je raken. Bam. Dit is de laatste speler, dames en heren. Als we deze killen, hebben we gewonnen. Kom op. Hij daagt wel uit de hele tijd, hoor. Hoppa, we hebben hem geraakt en nu krijgt hij echt zieke punch. Oké, hij viel niet. Daar heeft hij heel veel geluk mee gehad. Hij blijft ook maar omhoog lopen. Dat is helemaal niet zo slim om te doen, jongen. Maar op zich wel fijn voor mij. Hij wacht denk ik gewoon totdat ik allemaal blokken op heb. Dat is het. Hoppa. Oh, hoe raakte ik die niet? Even serieus. Oké, daar staat hij nu daar. Dat is alleen maar chill. Als ik hem nu raak, dan valt hij er vanaf. 100%. Hoppa. Oh, ik moet hem nog een keer. Oh, ik had hem nog een keer moeten raken daar. Kom op, kom tevoorschijn. Waarom zit je nou achter dat ding te campen, man? Hij zegt ook, daar ging ik bijna. Ja, dat zag ik. Oké, ik ga gewoon deze kant op. Het maakt me niet uit. Ik kan brugstokken halen. Alleen durf ik nou niet verder te lopen. Oké, hij komt nou hierheen. Hoppa, kom op. Oeh, ja! Ik heb hem, of niet? Heb ik hem? Ik denk dat ik hem heb. Ik heb hem. Ja, kom op. Geef dat gewonnen in mijn beeldscherm. Kom op. Ja hoor. We hebben het gewoon gedaan. Klik hier voor nog een superleuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei.